Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video van PC Building Simulator. In deze video gaan we weer een hele hoop computers gaan repareren. En daarom neem ik jullie mee vandaag in deze video of aflevering. We zitten ondertussen aan video 10 al van deze serie. Dus het kan zijn dat ik deze serie eventueel na deze video gaan stoppen. En dat we iets anders, iets nieuws een keertje gaan doen. Dus ik heb hier verschillende mails staan. En ik heb eigenlijk al 2 mails geaccepteerd gehad. Deze mail was dat ik RAM moet gaan verplaatsen, dus die RAM heb ik ook al in mijn shopkaart gestoken. En bij deze moet ik de CPU gaan upgraden en 16 GB of RAM. Dus hier heb ik 8 GB RAM moeten bijkopen en een duurdere CPU, want hij had een budget van 320. Dus ja, en ook ja, moet ik die een beetje gaan afstoffen. Maar de laatste mail heb ik nog niet bekeken en dat is die van Hungry William. Hungry William. Dick en Staplers. Staplers zijn toch nietjesmachines? Oké, request for repairs. Do you work with computers? Ja, natuurlijk werk ik met computers. Oké, deze persoon heeft vrij veel probleempjes, want hij heeft de computer aangeraakt toen hij die voor de eerste keer opstartte en kreeg een electric shock. Dat betekent, als je elektrisch geladen bent en je raakt je computer aan, dan krijg je hem zeer. Vooral als je elektriciteit op je vingers hebt zitten. Dus hij heeft volgens mij dingen kapot gemaakt, waardoor de RAM kapot is en de PSU, oftewel de voeding. Hij heeft een budget van 80 en hij kan voor $188 gaan werken eraan. Dus we gaan eens kijken naar zijn RAM. Dus de RAM moeten we verplaatsen. Dat is een DFL Multi-Architecture 4 GB nog wat. Oké, ik heb hem gevonden, de DFL 4 GB, dus die ga ik aan mijn kaart gaan toevoegen. En ik moet ook de PSU, dus de voeding, gaan vervangen. En dat is de Sharp Power King 350. Dus we gaan eens kijken naar de voedingen, power supplies en dan de... Wat was het nu weer? Ik ben het alweer kwijt. Oh ja, 350. Dus als ik hier 350 invul, dan heb ik hem. 40 en 40 komt uit op 80. Dus ik heb een hele waslijst aan spullen. Ik heb hier nog een RAM-stick, nog een RAM-stick. Ik heb een CPU, een PSU, een RAM-stick stollemet. Dus we gaan dat gaan kopen. Bui, nou. En dan is dat in één keer gekocht. En die accepteren we ook. En dan hebben we 3 verschillende mails. Die kon ik nog niet accepteren. Vanwege dat ik dat spul nog niet kon kopen. Dus we gaan eens een dag gaan eindigen. En dan komen we morgen bij een hele waslijst van spullen. Ah, kijk eens aan. We zijn terug op onze werkplek. We gaan eens een keertje gaan werken vandaag. We hebben onze spullen aangekregen. Wow, dat is een waslijst van spullen. En hier hebben we onze 3 computers die we moeten gaan aanpassen. Dus hier moet ik de PSU en de RAM. Dit is de CPU en de RAM. En ook de stof weghalen. En dit is gewoon de RAM verplaatsen. We gaan beginnen met de makkelijkste, de RAM verplaatsen. Hier moet ik goed mee opletten. Ik moet hier ook gaan benchmarken. Dus we gaan eens een keertje naar de computer. En we gaan hier een beetje aan werken. Dus gewoon het frontpaneel weghalen. Dat is eigenlijk het simpelste. RAM vervangen is zo makkelijk. En dan gaan we die RAM stick. Dat vind ik zo nozel. Koop dan fatsoenlijkere ramsticks. Oké, die simpele ramsticks zijn niet mooi. Maar ja, ze werken wel. Dat is wel waar. Oké, ja. Memory. En daar moet ik een hele waslijst van hebben. Wat is dat hier allemaal? Die is kapot, dus weg daarmee, zodat ik dat niet meer heb. Die zijn allemaal gebruikt. Maar ik heb deze moeten kopen vanwege dat ik die heb moeten vervangen. Maar die kan ik op zich bijzetten. Maar ik ga deze erin zetten, want dat was de oude. Installeren van die RAM was het eigenlijk. En natuurlijk ook dat paneel er terug opzetten en de schroefjes vastmaken. En als dat gebeurd is, oh nee, ik moet het niet losmaken. Als dat gebeurd is, gaan we de kabels gaan verbinden. Maar ga ik ook het stickje gaan installeren. Want deze persoon wil eigenlijk ook... Oh, ik hou van lichtgevende dingen. Dan, wacht, ik moet zo kijken voor witte kabels, dacht ik. Oh, moet ik zelfs eventjes in de mail gaan kijken. Maar ja, het programma. En dan moet ik ook 3D Mark gaan installeren. Dat was het volgens mij toch, hè? Denk ik. Ja, eventjes kijken. Benchmarking, ja, kijk eens aan. En hier moet ik... Ah nee, hij heeft zegt niks van witte spullen, dat is goed. Dus deze ga ik gaan installeren, gaan herstarten. En dan kan ik weer, zoals in alle vorige video's, een koffie of een warme choco gaan drinken. Of ik kan eigenlijk hier in de tuin eventjes gaan kijken, want ze zijn van... Oh, Gigabyte. Of ik kan in de tuin gaan kijken. Ze zijn van alles bezig in de tuin. Hoppa, dat is mooi geïnstalleerd. Ah, jullie kunnen het juist zien. Oké, 3D Mark Advanced Edition 1. En ja. Tot zelfs. Oké, ik zie dat er nu 3512 op staat. Ik ben eventjes gaan kijken. De vorige was 3462. Dus die is wel degelijk gewoon verbeterd. Nou, wat is die technical guide eigenlijk? Dat was iets random. Maar ja, oké. Dat is eigenlijk klaar. Dus deze computer kan ik opnemen, uitzetten en opnemen. En opnemen. En deze in de gang plaatsen. En mijn lievelingsliedje start hier in het spel. Dat is toch altijd. Replace PSU en de RAM. En dat is ook de RAM, maar ook veel meer. Dus we gaan deze even nemen. Oh, die moet ook afgestoft worden. Ja, oké. Okay.
Dit is een kleine case. Ja, op zich, kleine cases kunnen werken. Dat is van Hungry William. Hungry William, die had dus die PSU en die RAM nodig. En benchmarking. Oké, dus die had benchmarking nodig. Hoeveel benchmarking had hij? 2193, even opschrijven. Ik onthoud niet veel. Dat is meestal, ik moet echt alles opschrijven. Oké, dus dat was dus gewoon de PSU en de RAM en dan benchmarking. En uitblazen die handel. Halleluja. Oké, frontpaneel weg. Zelfs zo'n klein ding schiet 4 schroefjes van het frontpaneel. Wel een volledig glas, dat vind ik wel echt fantastisch chic, zodat je van binnen kunt kijken. Oh, dat zit de achterkant? Ja, blijkbaar was dit dus de achterkant. Maar ja, op zich, maakt niet echt uit. We gaan met deze kant ook maar in één keer weghalen. Hou ik totaal niet door. Het is precies alsof die case andersom staat. Ja, meestal is het toch andersom dat de case is. Maar niet uit, maar ja. Installeren, Compressed Air. En we gaan dat een beetje gaan afstoffen, want dat is wel heel veel. Dat is altijd een van de eerste dingen wat ik zou doen, moest ik in zo'n bedrijf werken. Dat is gewoon de schoonmaak daarvan, want dat is toch niet normaal? Oké, dat zou redelijk schoon moeten zijn. Er zit een SSD in, een gewone schijf. Er zit redelijk wat goede spullen in eigenlijk, als je dat allemaal bekijkt. Amai, oké. Dus we moeten de RAM gaan vervangen. Dat zit hier. Dus RAM weghalen. Huppa, dingetje open. Ja, hoe noemen die dingen eigenlijk? Klepjes? Klepjes? Geen idee. En RAM weg. Dat was een Dell nog wat. Memory. Dat was deze. De full. Dus die kan weg voor $1. En die plaatsen we terug opnieuw. Hup, RAM zit erin. En dan is de PSU vervangen. Ja, dat is iets vervelender. Dat zijn alle kabels weghalen. Huppa, alle kabels weg. Remove PSU. Daarvoor moet ik nog een kabel weg doen. En dat mag weg. Schroefjes. Wel heel gek. Ik laat gewoon de computer op de grond zo staan. Dus waarom staat die computer trouwens zo? Hoe moet ik mijn kabels zouden dan verbinden? Power supplies, daar zien we dus de 350 is kapot. Dus die gaan we verkopen. En dan zetten we hier de nieuwe in. Hoppa, nieuwe erin. Kabeltjes vast. Kabeltjes vast, wat zeg ik nu? De schroefjes vastmaken. En als de schroefjes vast zijn, dan moet ik ook de kabels vervangen. Maar ik weet niet of hij nieuwe witte kabels wilt hebben. Nee, hij wil geen witte kabels hebben. Dat is goed, hè? Dan gaan we gewoon de kabels gaan verbinden. Dus hoppa, al die belangrijkste kabels terug verbinden, dat zijn de buitenkabels, die moet ik niet hebben. SSD van daarachter, de HDD van daarachter, een moederbord gaan verbinden. En ben ik nog eens vergeten? Ja, natuurlijk, de case. Dat is een van de belangrijkste dingen. Waarom? Ah, ik dacht al. Hier is hem, connect case. Ik was hem al aan het zoeken. Ik heb alle andere kabels verbonden en het werkt helemaal niet. Maar ja, hier is hem dus. Dus we hebben de kabels verbonden. En dan kan ik sidepaneel terug installeren. Hoppa. Dus om deze voeding aan te zetten, in het voedingblok zelf zit precies niet de power. Meestal zit in de voedingsblok de plug. Oké, beetje gek. Oh ja, natuurlijk de stick nog even installeren, want ik wil ook een benchmarking gaan doen. Oh, daar. Pff, dat is echt wennen, man. Dat zit allemaal zo'n gekke plaats. Oh, lampionnetjes. Oeh, mooi. De politics of Starship Trooper. Oké. Maakt niet uit. 3D Mark Advanced Edition gaan we erop installeren. En dan gaan we eens een keer een kijkje nemen als alles mooi en fatsoenlijk werkt. En als deze PC, ja, sterker is dan daarvoor. Daarvoor was het 2193. Nu hopen we op rond de 3000, weet ik veel nog wat, met die nieuwe RAM-stick. Ook al is het eigenlijk dezelfde RAM-stick. Jee, weer wachten. Oh, dat is toch echt in deze game dat je zo moet wachten hierop. Ah! Oké, we zijn terug en we hebben nu 2213. Dat is inderdaad beter ten opzichte van 2193. Niet veel, maar het is wel ietsjes beter. Dus dat kunnen we ook in de hal gaan zetten, deze kleine schattige computer. En de laatste is dus een hele waslijst van dingen. En deze was ook wat schoon. Oh, wow, dat ding ziet er heilig chic uit. Wow, nou, die ventilator is van voor misschien een andere kleur uitgekozen, maar toch. Maar dat ziet er chic uit. Maar ja, Mark Field, wat hij dus moet hebben, is de CPU, de 16 GB RAM en dus eruit halen. En ik dacht, dat was toch ene met witte kabels? Ah, dat was die ene die ik niet had geaccepteerd, dat verklaart. Dus oké, dan gaan we deze eerst beginnen met uit te stoffen. Dus het zijpaneel weg met één schroefje, oh, hou ervan. Oh ja, de achterkant en de voorkant ziet er goed uit, dus net zoals bij mij, van binnen, vol met stof. Nu ja, bij mij is het één. Bij mij zit hier nog een SSD extra en er zit ook nog een HDD hier. Ik heb heel veel schijven en dat komt allemaal omdat ik een opnameschijf heb en ik heb een dataschijf en ik heb een Windows schijf waar al mijn spelletjes op staan. Ik heb veel schijven. Ja, je hebt, tijdens YouTube heb je een opnameschijf nodig, want dat is echt miserie anders. Allee, laten we dat eens afstoffen. Echt zo'n één deel afgestoft. Ik heb eigenlijk geen compressed air hier. Ja, ik heb een compressor. Ja, dat is ook wel hetzelfde. Ik vind wel fatsoenlijke. Daar zitten fatsoenlijke dingen in, dat is wel goed. Dus oké, dus upgrade naar 16 GB of RAM. Laten we eens een keer een kijkje nemen. Dat betekent dat ik dat mag open doen en dat. Want dat is diegene daar, dat daar zit.
graphics. Oh, geen graphics card op de week. Nee. Memory. Deze teamgroep moet hierin geplaatst. Dat zit er al in. En dan de CPU. Ja, dat is de vervelendste. Dan moeten we eerst dit gaan weghalen. Dus het kabeltje... Kabel los. En dan die eraf. En dan kunnen we deze gaan weghalen. Remove, dus dat open doen. En die mag eruit. Installeren, dat is de CPU zelf. Welke was er nu weer? Ah, dat was deze. Deze zat er eerst in en dit is de nieuwe, dus die kan erin. Huppa, dat kan erin. En mag ik alsjeblieft dat klepje dicht doen? Ik wil dat klepje dicht doen, mag dat? Ja, daar zijn we. Amai, dat was ook moeilijk. En dan natuurlijk de ventilator wil terug opzetten, de CPU-koeling. Hup, dat mag daarop. Luppedy. En de kabel natuurlijk niet vergeten, want dat is wel een beetje... Oh, wacht. Dat was ik bijna vergeten, ik zag het juist. Oh ja, de thermal paste. Een van de belangrijkste dingen dat je echt absoluut niet mag vergeten. En ik vergeet het bijna. Goed bezig. Oké, ik zag... Ik weet niet waarom dat dit bolletje aanduidt. Waarom zit dit bolletje hier? Missing cables. Ja, dat weet ik, maar... Oké, dat was raar aangeduid. Nou, oké, het zal wel zo zijn. Oké, PC parts, de voorpanelen terug opzetten... En dan ook de kabels natuurlijk gaan verbinden. En als we dat hebben gedaan, moet ik eventjes terug naar de mail gaan kijken. Want ik ben alweer vergeten wat hij nog extra wou. Oké, je moet niet extra dingen hebben, maar toch ga ik eventjes een benchmarking doen. En ik zie ook dat juist zijn ventilators paarsachtig zijn. Wel mooi eigenlijk op zich. Oh, wat een mooie foto. Wauw. En op Photoshop. Oh lol, die Photoshop erop staan. Oh, permission denied. Ik wil Photoshop. Dit wist ik allemaal niet. Ik was eventjes aan het kijken... Er zit gewoon radio's in dit spel die je kunt opzetten. En je eigen muziek kunt je ophalen. Oh, damn, dat wist ik allemaal niet. Hier had ik niet op moeten klikken. Ik zit in mijn D-schijf en die bolt niet tijdens opnames. Godver... En nu gaat hij op de achtergrond heel te draaien en dan gaat hij dat blijven horen. Waarom doe ik dit? Maar ja, het zal wel klaar zijn. Oké, we hebben nu 2265 en het was daarvoor 2235. Het is een kleine verbetering. Niet zoveel eigenlijk, maar ja, maakt niet uit. Hoppa, dat kunnen we opnemen en die kunnen we ook in de gang gaan plaatsen. En dan gaan we ons geld dus in één keer verzamelen. We hebben 2537 en ik wil eigenlijk iets nieuws gaan kopen. Dus we hebben hier dit in, replace RAM, dus collecteren. We hebben daar 5 star, they put in a working RAM and what a speedy service. $205 van gekregen, dat is mooi. De volgende hebben we 4 sterren. My PC, en ik heb ook een prestatie gehaald, smashing it. My PC got a better CPU and I'm really happy. Dus heeft €459 moeten betalen. Oeh, dat is goed veel. Amai. En de volgende is de laatste die we hebben gedaan en dat is 5 sterren. Ze hebben de nieuwe PSU voeding, het werkt heel goed en ik kom zeker terug. $268 gekregen. Daar hebben we nu level 5 van gehaald, bijna 4 sterren volledig. Ja, zo goed. Als volledig eigenlijk. En genoeg aan geld was dat allemaal. Oh ja. Ah, oké. Kijk eens aan. Ik dacht dat ik herken die zijn e-mailadres. Dit is een e-mail van die gebruiker terug met de hard drive. Dus bedankt voor de hulp van de hard drive before. Mijn Sonic Monk article is door mijn donut thread. Het thread is een draad, denk ik. Hè? Ja? Kan kunnen. Ja. Oké, dat is gewoon eigenlijk puur een informatieve mail. Leveled up. Dus ik ben een level hoger gegaan en ik heb een immens veel red en blue cables erbij gekregen. En de next milestone is dat allemaal. Wauw, dat zijn er veel. Oh ja. Nieuw parts, ik heb MSI gekregen, mooi. En ik heb Whipshaws gekregen, dus ook uiteindelijk... Heb ik Whipshaws? Ah nee, ik heb She-Skills. Ik dacht al. Ja, nee, wacht. Nee, Whipshaws zitten erin. Ik dacht al, ik kende me... Die kende daar eens van. Deze is trouwens al bijna afgelopen, denk ik. Upgrade graphics card, daar heb ik nog altijd 5 dagen voor. Dus ik ga die toch nog eventjes laten. We gaan eens kijken naar alle nieuwe mails die ik heb gehad. En eigenlijk één ding wil ik gaan kopen, maar... Oh, ik heb pas tegen volgende maand dat ik moet gaan betalen. Dus, wat ik eigenlijk wil gaan kopen in de shop, dat is iets speciaals. Hé, wacht, is er een nieuw venster bijgekomen? Kabels. Oh, god, verbied het vloeken. Dat zijn veel kabels. Moet ik me goed mee gaan opletten dat ik dat niet... Misschien kan ik beter eerst een nieuwe gaan bekijken, want ik wil dit gaan kopen. Dat is $1000, hè. Ja, Oké, deze computer moet geüpgraded worden naar 500 gigabyte of geheugen. En daar zit 120 gigabyte in. Wauw. Oké, dat is niet echt veel. Shop, we gaan eens kijken naar storage. En deze moet 500 gig hebben, dus ik... Waarom is dat nog altijd niet in volgorde? Game developers, repareer dat, alsjeblieft. Heeft 50 van budget... Alsof dat hem het wist. Deze heeft 210 schijfsnelle, die maar 140. Zelfde prijs. Ja, neem die dan, hè. Jong, wat is dat toch voor iets? Accepteer die handel. Kan je mijn computer gaan upgraden van T2? Oké, deze moet ik gaan upgraden naar 16 GB RAM. En ik moet de grafische kaart gaan upgraden. Dus hij heeft een Team Coop TeamForce Dark Silver van 8 GB.
Dus we gaan eventjes kijken naar onze RAM. 8 gigabyte. RAM ga je dan nooit kiezen? 8. Nee, 8 gigabyte. En dat was een Team Group TeamForce van 2400, had ik, hè? Ja, 2408 gigabyte, dus dat is al 70. En dan hebben we nog redelijk wat geld over om de grafische kaart te gaan upgraden. De grafische kaart was een Asus nog wat, dus we gaan eens kijken naar onze grafische kaarten, graphic cards. En dan zijn oude was deze, dus dan kunnen we eigenlijk naar boven gaan en ervoor gaan zorgen dat we een iets duurdere hebben. Misschien ook terug een zwarte of... 215. Ik heb eigenlijk redelijk wat geld over, hè. Ik denk dat ik 270 euro nog over heb. Dus op zich zou ik dit er eventueel kunnen indoen. 277 mm. En deze was 194 mm. Daar moet ik goed mee gaan opletten hoe groot dat die case is. Maar ik ga deze nemen. Je weet maar nooit. Je kan altijd iets gewoon kiezen. Accepteren. Dus dat is dat. En Make My PC Better. Dat is van de laatste van T. Conrad. Conrad, dat is een winkel in Duitsland. Ah ja. Hey, ja. Deze wil een 3D Max score van 4004 hebben. Oh god, dat betekent dat ik die... Oké, wacht. Dat tweak misschien dan ooit een ander moment. Deze ga ik dan misschien toch eens kijken. Want die moet een grafische kaart dus geüpgrade hebben. En dat moet dus gewoon een grafische kaart geüpgrade worden. We gaan eens een keertje kijken wat hij had. Hij had een GTX 970. Ik denk dat dat net dezelfde is als hetgeen wat ik hier heb inzitten. Mijne. Dat is volgens mij ook een GTX 970 Gaming 4G. Dus 970, dat is die. Dat is 265. Heeft 280 dat hij kan betalen. Het enige wat ik heb van 280 is een 7900 ME. Die is ietsjes beter qua core frequentie. Dus heeft dat nut om iets te gaan nieuw gaan kopen? Nee. Weet je wat, we gaan dat doen. We gaan in onze shop de spullen gaan kopen, want ik vergeet dat soms gewoon op te klikken. Bye now, en dat is gekocht. En dan gaan we een nachtje weer gaan slapen en nieuwe computers gaan aankrijgen voor ons thuis. Dus, end day. Goeiemorgen. Daar geeft mijn stem. Oké, onze spullen zijn aangekomen. Mooi. De eerste is upgraden naar grafische kaart van 16 gigabyte. En hup, deze is van 500 gigabyte of storage. We gaan deze eens neerplaatsen. Dit was van Booze. Dus Booze. Dat was, ja, dat was echt gewoon puur upgraden naar 500 gigabyte RAM. Storage. Wacht, die storage zit op de achterkant. Hoppakee. Keesje. Open draaien, die handel. Hier zit hij. Dus dan moet ik deze gaan unpluggen. Eigenlijk, op zich kun je die ook laten zitten. Ja, eigenlijk wel. Oh, spel glitcht een beetje. Als je te kort bij gaat. Open drive bij. Is dat nu zo moeilijk om dat te doen? Oh, er zit gewoon een locksysteem op. Ik maar op die knop aan het rammen en dat ging maar niet open. En ik maar de... Het gaat echt langs deze kant lopen. Are you kidding me? Rie. Oké, handel erin. Dicht, dat dicht en dat dicht. En dan de kabel. Kabels terug verbinden. Oh, jongens, daar kun je soms toch van krijgen. En deze gebruiker heeft dat 3D Mark Advanced Edition. Ja, dat werkt eigenlijk al. Dus dat is wel mooi. En dan ga ik gewoon de rest van de case er terug opzetten. Nu, heel eventjes vlug lezen. Deze had volgens mij geen witte kabels gevraagd. Nee, die had geen witte kabels of zo of andere kabels gevraagd. Dus PC Parts, we gaan het frontpaneel er terug opzetten en dan ook de achterkant er terug op, zodat deze computer al naar de gang kan gaan. Al naar de gang kan gaan? Kijk eens aan, deze computer is al klaar. Kijk eens hoe snel het dat ging eigenlijk. Hoppa. En deze moet geüpgraded worden met die grafische kaart en 16 GB of RAM. Oeh, mooie case wel. Oké, dus dat is... upgrade graphics card en upgraden naar 6 GB RAM. Ook weer een stokkoeler. Ja, lijkt erop. Waarom zo'n grote case? Dat lijkt zo leeg. Mijn case zit zo vol. Dat lijkt echt zo'n lege case deze. Maar ja, oké. Dus upgrade grafische kaart en upgrade van 16 GB RAM. Ja, dat is eigenlijk makkelijk. Ah, hier zijn ze tenminste gekleurgecodeerd. Fantastisch. Dat moeten ze vaker doen. Hoppa, nou, niet daar. Daar. Hoppa, dat is al 60 gigabyte RAM. Gigabyte. En dan moeten we ook de grafische kaart gaan upgraden. Oh ja, natuurlijk schroefjes losmaken. En die kan er al uit. En dan grafische kaarten. Dat was deze, want die zijn allemaal gebruikt. Die is ook al gebruikt. Kijk eens aan, hoor joh. Hoppa, die kan daarin. Oké, en de schroefjes vastmaken. Kijk eens aan, kabels verbonden. En oké, kabeltjes kiezen. Natuurlijk de witte kabels. Ik weet wel niet welke witte juist. We gaan eens kijken, als we deze gaan selecteren, zijn dat de... Nee, dat zijn niet de juiste witte kabels. Dus die witte kabels weg. En dan moet ik de... Die witte kabels? De grijze, denk ik dat het zijn. Nee. Ja?
Nee? Jawel. Pff, waarom maakt dit zo moeilijk? Oké, en dan als de grafische kaart geconnecteerd is, dan kunnen we gewoon de frontpanelen terug opzetten, schroefje weer vastmaken, deze opstarten en dan zou die ook moeten werken. Voor de veiligheid ga ik ook 3D-mark gaan laten runnen, zodat we weten als deze volledig verbeterd is. Dus we gaan eens kijken wat die eerst had. Die had... Hallo. Die had eerst 2116, dus afwachten. Oké, deze is nu 2349 geworden, dus dat is wel een hele verbetering. Oké, deze computer is dus ook klaar. Kunnen we opnemen en kunnen we in de gang gaan zetten. En als we dat hebben gedaan, hallo, kunnen we eens een keertje een kijkje nemen. Is een nieuwe muziek? Kan, zo kunnen. We gaan deze gaan accepteren of gaan collecteren. 5 sterren, mooi. Customer satisfaction, woehoe, $190 gekregen. En dan deze ontvangen, 4 sterren. Oké, ça va. Met mijn nieuwe grafische kaart en mijn PC, geen idee wat running betekent, maar ja, $478 daarvan gekregen. Weer nieuwe delen gekregen. Oh joh, wat gaat dat? Dat is dat allemaal. En nou ja, we zijn dus weer klaar voor deze video of aflevering, moet ik het ook zeggen. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. We hebben redelijk veel nieuwe computers weer in elkaar gestoken en nieuwe dingen moeten doen. Maar we zijn dus op het einde van deze video. Gelieve dat een duimpje mocht doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan en vergeet zeker vast niet dat bellicoontje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar... mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!